Welkom allemaal, dit is een reading voor deze poortdag. 10-10. Ik hoop dat iedereen goed in zijn vel zit, gelukkig is. Fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. De vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor privé readingen, healingen, coaching en begeleiding. Dankjewel daarvoor. En natuurlijk ook de vele mensen die altijd warme, liefdevolle berichten toesturen. Mensen die mij aanbevelen bij anderen. Dankjewel voor al die lieve mond-op-mond reclame. En natuurlijk de trouwe kijkers niet te vergeten. Dankzij jullie ben ik ook enorm gegroeid. En ik ben daar jullie super dankbaar voor. Voor vandaag 10-10 heb ik doorgekregen dat ik tarotkaarten moest gebruiken. Enkel en alleen. Ik begin met de Gilded Tarot en vervolgens Gilded Tarot Royale. Alle nieuwe kijkers, kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want dan zit jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, dan hoef je ook niks meer te missen. Ik maak namelijk meerdere readingen op een dag, ook in het weekend, dus dan ben je helemaal bij. Wat zijn er voor mooie berichten voor deze poortdag 10-10 Spirits and Guides? Oké. Je hebt twijfels. Twijfels of je wel zou willen vertrekken, moeten vertrekken uit een bepaalde connectie. Kan goed zijn dat het gaat om een huwelijk of een vaste verbintenis. We hebben de twee van mensen, de... Wat is dit? De 6 van zwaarden, de 8 van staven, de 4 van zwaarden, de hierofant, de 5 van bekers, de 8 van bekers, de 9 van staven en de koningin van zwaarden. Ja, het enige wat jij wil is gewoon een liefdevol huwelijk. Iemand die jou net zoveel liefde geeft als jij, die persoon. En je wilt gewoon die balans, die stabiliteit terug in je connectie. En je wil graag... Die liefde, die warmte, die aantrekkingskracht, die compassie. Je bent waarschijnlijk verbonden met een vuurteken. Dat kan zijn een leeuw, heel specifiek. En voor sommigen een ram of boogschutter. Maar er is ijzige stilte tussen jullie. Er is, jouw partner die houdt zijn of haar gevoelens voor zich... Compassie is er niet, die houdt zijn hart gesloten. Het kan goed zijn dat jouw partner eerst moet helen van het een en ander. Dus je hebt twijfels of je wel door zou willen gaan in deze connectie. Misschien is het beter om je energie met die 8 van staven in wat anders te steken. Door de twijfels ben je maar je gaan richten op het healen van jezelf. Maar je krijgt wel steeds meer het gevoel, nu je meer en meer aan het healen bent, dat je deze connectie achter je moet laten. Je krijgt het gevoel dat op het moment dat je deze persoon achter je gaat laten, dat hij of zij heel veel spijt ervan gaat krijgen. Dat er dan wel openheid van zaken komt. Dat er dan wel communicatie komt. Maar dan is het wel te laat, denk ik. Je bent ook al door jouw healing ben je ook steeds meer vooruit aan het kijken. Je ziet steeds meer ook dat deze connectie waar je in zit, dat die toxic is. Je houdt nog altijd wel vast aan natuurlijk, omdat je trouw bent, omdat je loyaal bent. Maar uiteindelijk weet je ook dat genoeg genoeg is. Wat voelt jouw partner voor jou?
deze niet. Jouw partner die heeft ook het gevoel dat het huwelijk voorbij is. We hebben de hierofant, de doodkaart, de acht van zwaarden, de keizer, de tien van zwaarden, de koningin van bekers, de koning van bekers, de vijf van zwaarden en de aas van bekers. Maar die wil daar niks van weten met die acht van zwaarden. Die, die wil gewoon verder gaan als een wilde stier op een rode lap. Die heeft zoiets van een beetje iets wat koppigheid van we zijn nou eenmaal getrouwd, dus dan moet je verder. Maar ze zijn aan de andere kant ook wel bang dat er een pijnlijk einde aan zit te komen. Er is nog altijd gevoel en liefde van jouw partner, dus daar hoef je niet bang voor te zijn met de koning van bekers. Alleen met de vijf van zwaarden is er in het verleden iets gebeurd en dat kan goed bedrog zijn. Ik weet niet of dat door jou gebeurd is of dat de ander dat heeft gedaan en dat is waarom dat deze persoon zo gesloten is. Is toen wat, zeg maar, dood gegaan. Letterlijk en figuurlijk wat afgestorven in deze persoon. En die durft zich niet meer open en kwetsbaar op te stellen. Omdat jij die persoon pijn hebt gedaan. Of omdat deze persoon zelf vreemd is gegaan. En dat ze dat niet durven zeggen. En dat ze zich daarom helemaal afsluiten. Maar ze hopen eigenlijk toch op een nieuwe doorstart met jou. Want er is nog altijd liefde. Spirits and Guides, hoe gaat dit eindigen? Voor de kijker die hiermee resoneert. Hoe gaat dit eindigen? Er komt eerst een beëindiging, dus het kan goed zijn dat jij tegen jouw echtgenoot of echtgenote zegt van ik stop hiermee, want ik word alleen maar koud ontvangen. Ik heb daar geen zin meer in. Dan komt er veel verdriet bij de ander. Maar die laat dat niet zien. Die doet alsof ja, dat deze persoon achter jouw keuze staat. Dat zijn de angsten met deze duivelkaart, om niet eerlijk en open te zijn naar jou toe. Maar ik heb hier het wiel van fortuin. Dus er gaat verandering in komen. Misschien als deze persoon ziet dat je daadwerkelijk vertrekt, dat ze dan toch de liefde willen aanbieden. De pijn van de drie van zwaarden wordt goed gevoeld, omdat ze... Ja, omdat ze een soulmate van je zijn. Jullie hebben altijd een goede contact gehad. En door dat verdriet wat er komt, omdat ze beseffen dat ze jou kwijt gaan raken, willen ze dan toch een nieuw begin. En gaan ze dan wel voor de connectie. En komt er wel weer die aantrekkingskracht terug. Dat ze beseffen wat ze te verliezen hebben. Ik krijg ook heel erg sterk het gevoel met die duivel en daarnet dan met die keizerkaart dat het ook iets van machtsspelletje is. Dat jij hebt die persoon pijn gedaan. Je had een bepaalde macht, een kracht over iemand.
Dat was namelijk dat deze persoon, die houdt veel van jou, die heeft zich helemaal aan jou gegeven. Die is bedrogen geweest. Dat voelde als een bepaalde macht over deze persoon. Tenminste, zo interpreteert jouw partner dat. En de enige manier om jou terug, tussen haakjes, pijn te doen was om de liefde, de aantrekkingskracht, de passie, de seks aan jou te onttrekken. Maar ze zien dat, dat ze hier geen baat bij hebben, omdat jij dus definitief wil vertrekken, definitief een punt erachter wil zetten. En dan komt die transformatie, dan beseffen ze van dat het niet langer kan. Dat ze jou de liefde alsnog aanbieden en dat er geluk komt in deze connectie. Het is nog wel wat weerstand bij jou, omdat je natuurlijk gaat twijfelen. Maar uiteindelijk, het gaat om die soulmate, wat ik al zei. En er komt terug stabiliteit in jullie connectie. Dus ik krijg een dubbele les hierin. Eén, de les voor jouzelf. Dat jij, je mag opstaan voor jezelf. Je mag je eigen waarde tonen. Als jij een partner hebt die niet voldoet aan huwelijkse voorwaarden, zal ik maar zeggen. Dus geen affectie, geen aantrekkingskracht, geen liefde, geen seks. Dan, en je trekt daar definitief de stekker uit. Dan trigger dat wat bij deze persoon. Hè? Dat is jouw eigen waarde, jouw zelfrespect. Die groeit. En dan komt het weer goed. Aan de andere kant, de ander die was op wraak belust. Jij hebt die persoon pijn gedaan. Die wilde jou nou tot in lengte van jaren pijn doen. Omdat jij misschien nooit open kaart hebt gespeeld, omdat jij nooit een sorry hebt gezegd misschien. En dat is die duivel, een soort wraak zeg maar, om dan die liefde bij jou te onthouden. En dat is waarom dat deze persoon zo heeft gereageerd. Dus deze connectie valt te redden door simpelweg een dubbele les, voor jou een les in eigenwaarde, zelfrespect en een les voor de ander om de rancune, de boosheid los te laten, de liefde te laten vloeien in deze connectie en dan kan het weer goed komen. Alleen het is natuurlijk heel erg moeilijk om dat vertrouwen weer te herstellen. Als dit voor jou resoneert, mag je liken, delen. Je mag natuurlijk ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Je kan ook een privé reading aanvragen. Als je de diepte in wil gaan, of over je twin, of over je werk, of persoonlijk, kan ook. Over je ontwikkeling, kan allemaal. Dan kan jij contact met me opnemen. Je ziet hier de titel. Hier in het hoekje zie je het kruisje. Als je daarop klikt, dan vind je daar het linkje naar mijn website en ook mijn e-mailadres. Dank je wel allemaal weer voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.